Geen school na paasvakantie. Curaçaoënaars morgen naar de stembus. En meisjes Klaas Kreek leven zich uit met ICT. Goedenavond en welkom bij een nieuwe uitzending van Jouw Eigen Journaal. Geen school na de paasvakantie. Dat hebben de leden van de Bond van Leraren en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname besloten. Leerkrachten aangesloten bij deze onderwijsbonden zeggen dat zij pas zullen werken als de regering hun gemaakte afspraken nakomt. Nu zijn de scholen nog dicht, want het is de paasvakantie. Vanaf volgende week dinsdag zou dit erf dan weer storm lopen met kinderen, want dan starten de lessen weer. Nu de BVL en de ALS hebben besloten om niet te werken na de paasvakantie, zal het schoolerf waarschijnlijk langer zo staan. Leeg. Ik vind het wel een beetje leuk, omdat ik dan meer tijd heb in de vakantie. Dan kan ik meer spelen. Ik ben bang dat heel veel kinderen en ik kunnen blijven zitten. Bij een spoedvergadering afgelopen donderdag hebben de onderwijsbonden samen besloten om geen lessen te geven na de vakantie. Ze zijn namelijk ontevreden over de wijze waarop de herwaardering wordt uitgevoerd. De leerkrachten hebben gezegd, voorzitter, we willen dit niet meer, dit is te gek, er wordt geen rekening met ons gehouden en we zijn het al beu. We zijn het letterlijk, ze hebben gezegd, we zijn het al zat en we zijn niet bereid onder deze omstandigheden het werk weer op te pakken. Dus vandaar dat we op een gegeven moment tot het besluit zijn gekomen dat wij niet gaan meewerken aan het opstarten van de school. Voor zowel de kinderen als de leerkrachten is dit geen mooie situatie. De leerkrachten willen hun waardering en de leerlingen willen onderwijs. Als we ons alleen maar gaan focussen ook op alleen de leerlingen, dat ze recht hebben op onderwijs. Maar aan de andere kant heb je ook de leerkrachten die al een hele tijd bezig zijn. En eigenlijk zijn het geduldige mensen, ze zijn bereid om desnoods even te wachten. Maar we wachten al een hele tijd. Men is echt boos over op de regering. En ze vinden dat ze niet serieus worden genomen. Blijf vooral de nieuwsberichten volgen om te checken of er daadwerkelijk geen school zal zijn aanstaande dinsdag. Olieprijs steeds anders en Curaçaoënaars morgen naar de stembus. Deze berichten vandaag in onze korte nieuwsblok. Op Curaçao gaan de burgers naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. Dat moest, want de vorige regering bestaat niet meer. Die is op 12 februari gevallen. Tot die tijd was het eiland onder leiding van een tijdelijke regering. Vlak na de val van de regering werd vanuit Nederland de opdracht gegeven om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Curaçao is een onafhankelijke staat, maar de belangrijkste beslissingen worden wel nog door Nederland genomen. Zoals het kiezen van een regering. Alleen vinden sommigen het niet correct dat deze verkiezingen worden georganiseerd door oud-premier Gerrit Schotten. Hij is namelijk tot 3 jaar celstraf veroordeeld voor corruptie. Schotten mag dan wel de verkiezingen organiseren, maar hij mag 5 jaar lang van de rechter geen politiek bedrijven. Het onderzoek loopt nog, maar er zijn al meerdere mensen gearresteerd. Ondanks dat is de grootste partij op Curaçao MFK, de partij van Gerrit Schotten. Hij is dus erg populair bij het volk. Schotten wil graag dat Curaçao helemaal onafhankelijk wordt van Nederland. Je hebt het al gemerkt, de brandstof is weer omhoog gegaan. Dat is bij elke oliemaatschappij een andere prijs. Dus Sol, GoTo en Shell verkopen hun brandstof voor een andere prijs. Deze olieprijs wordt aan de hand van een aantal punten bepaald. Ten eerste de wereldmarktprijs. Dat is de prijs van ruwe olie. Deze olie moet verder verwerkt worden in de raffinaderij. De importeur die daar dan de olie koopt, krijgt dan ook een andere prijs voor de verwerkte olie. Wanneer de brandstof eenmaal in Suriname is en naar de verschillende pompstations gaan, wordt er opnieuw een prijs berekend, want ook de pomphouder moet winst maken. De uiteindelijke prijsberekening wordt dan netjes verwerkt en naar het ministerie van Handel en Industrie gestuurd. Op die prijzen komt er nog wat extra op, de government take, de belasting die de overheid pakt op 1 liter. Voor diesel is dat 70 cent en voor gasoline is dat 1 SRD 30 cent om 1 SRD 40 cent. Hierna mag de pomphouder zijn prijs bekendmaken. En die prijs betaal jij dan als je gaat tanken. Voor meisjes in de wereld was het gisteren een bijzondere dag, Girls in ICT Day.
Op deze dag wordt er wereldwijd extra aandacht gevraagd voor meisjes en jonge vrouwen in de moderne technologie. Denk maar aan de digitale wereld van internet, een app leren bouwen of een computer repareren. Om ook de meisjes hier te stimuleren, hebben Stichting ProVitas en Hour of Code Suriname een speciale ICT-dag georganiseerd in het dorp Klaaskreek. De meisjes zijn heel erg enthousiast. Zij moeten verschillende opdrachten uitvoeren op de computer. Zo net moeten ze een belletje spelen en een robot en een pijltje. En je pakt het pijltje en je wijst naar welke je moet gaan. Als je de diamant niet kan breken, dan pak je een hamer. Dan breek je de diamant, dan ga je langs. Dan pak je de sterren. ICT staat voor Informatie- en Communicatietechnologie. Het gaat erom dat informatie wordt opgeslagen en verspreid. Om dit te laten gebeuren heb je een apparaat voor nodig. Denk aan bijvoorbeeld smartphones, tablets en computers. Wat belangrijk is voor mensen om te weten is dat een computer op zichzelf niet zo heel veel kan. Een computer is eigenlijk gewoon een soort hele snelle grote rekenmachine. Maar die is afhankelijk van input van ons mensen om uiteindelijk die technologie om te zetten in bruikbare toepassingen voor ons allemaal. En dat doen mensen door middel van programmeren of coderen. Dat is een bepaalde, eigenlijk de taal van de computer. En ik zeg ook altijd, als je de taal van de computer kan spreken, dan you can rule the world. Want dan kun je natuurlijk heel veel dingen gaan creëren en maken waar we allemaal profijt van hebben. Dus vandaag willen we daar specifiek aandacht aan besteden. Om dus de meiden die straks meedoen te laten beseffen dat zij uiteindelijk kunnen bepalen wat die computer voor hun en voor ons allemaal gaat doen. Dus we gaan straks een basisles coderen geven om dat stukje, die beeldvorming, duidelijk te krijgen. En dan hopen we natuurlijk dat er dames bij zijn die geïnspireerd raken. Denken, oh, ik wil hier meer van weten, ik wil meer leren. Om de meisjes een beeld te geven dat meisjes ook horen bij dit vak, zijn er ook enkele studenten van het NATIN aanwezig. Zij hebben ook bewust gekozen voor de ICT-richting. Ik vind ICT heel belangrijk omdat het in Suriname een beetje verzadigd is. En ik zie heel weinig vrouwen zelfs in Suriname die zich bezighouden met ICT. En ik heb er liefde en passie voor, vandaar dat ik ervoor gekozen heb. De meisjes vinden de lessen heel interessant en hebben al gauw door dat het niet alleen voor jongens is. Zelfs willen ze later ook iets met ICT doen. Ik zou leerkracht willen worden om die kinderen uit te leggen hoe je met de computer moet werken, hoe je iets moet gaan uitprinten, hoe je naar internet moet gaan. Computers zijn niet alleen van jongens, meisjes kunnen ook. Ik vind dat niet alleen maar jongens het kunnen, maar ook meisjes. Ik vind dat heel veel meisjes ermee bezig zijn. Ik vind het leuk als een hobby om achter de computer te zijn. Een computer is belangrijk om je schoolwerk uit te printen, naar YouTube gaan, een game gaan spelen en naar internet gaan. Het is niet saai omdat je kan game spelen en je kan op YouTube gaan om muziek te luisteren en op Facebook. De oranje instellingen veranderen op groen surfen op het internet. Na de educatieve spelletjes was het tijd voor een quiz. De winnaars kregen allemaal een prijsje. Aan het eind van de dag kreeg iedereen een ICT-certificaat. De leerlingen zijn er heel erg trots op. Ja, de Girls in ICT-activiteiten zijn nog niet afgelopen. Op 4 mei zal in district Koroni ook een Girls ICT-evenement plaatsvinden. En daaraan gaan 140 meisjes participeren. En dat was het dan weer. Het is lang weekend. Geniet ervan en doe voorzichtig, ja? Doei doei!